Yo boys, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zitten we hier op Seahawks. Wil je ook meespelen? Play.seahawks.nl en discord.gg/Seahawks. We zijn hier op dit moment met rond de 100 man. En ja jongens, deze video is een compilatie van leuke momenten in de voice chat. Dus voor de duidelijkheid mensen jongens, we hebben een voice chat in een game. En mensen kunnen daar met elkaar roleplayen. En ik had een paar leuke clipjes die ik heb gemaakt. Dus ja, enjoy van deze video en tot de volgende. Later mensen. In the jungle, the lion jungle, the lion sleeps tonight. Imbo uit wat? Wie is waar? Ik ben bang. Ik weet niet wat er gebeurt. Alles. Ja man. Als ik iemand zijn pinpasnummer heb en ik heb zijn pincode, kan ik dan van zijn rekening nakken? Ja man, breng je spa. Kan het ook met een normale of niet? Gewoon normale pin. Kut zo. Wat dan? Ja, een vriend van mij kent zijn pincode en dan dus ik wil kijken of hij erop kan. Voor de grap, even een beetje kutten. Nee, ik wil gewoon even kutten met hem. Dat is gewoon grappig. Paulus, dat is een fopje, is een fopje. Ja! Dat is zo. Was een fopje. Politie! Hij is crimineel of zo. Help. Assassin. Wat heeft hij gedaan? Ja, rustig, even rustig. Rustig, kalmeer, ik ben heel rustig. Rustig. Leg even uit, wat is er gebeurd en wat is er mis? Nou kijk, deze meneer Paulus, hij probeert mij van 100.000 euro PayPal te scammen. Ja, door te zeggen dat hij me afgeeft als ik hem die geld overmaak. Rustig. Paulus, rustig. Iedereen krijgt zijn eigen tijd. Rustig aan. Oké. Dus jij... En daar wil jij ook wat op zeggen, Paulus? Ja. Dus, alles wat hij zegt is een leugen. Alles wat als jij mag praten, mag hij ook praten. Hij heeft ons bedreigd, meneer. 100.000 euro te betalen. Ja, meneer. Jente, hij heeft jou toch ook bedreigd, Paulus? Ja, hij heeft mij bedreigd. We moeten 100.000 euro betalen. Nee, jongens, even je hoofd houden. Wil je oprecht iets van maken? Want dan want het politiebureau... Oké, loop mee allemaal. Ja, ik heb al... Wist je dat ik al 4 mensen heb horen zeggen dat ze Tourette syndroom hebben? Omdat ze zeiden dat ze een bom in hun zak hebben. Zeg maar in de gaten houden. Wat een excuus. Hij kunnen wel in de gaten. Dat is wel fijn, meneer. Ik meen het serieus. Er zijn 4 mensen geweest hier binnen die zeiden dat ze Tourette syndroom hadden. Dat ze allemaal hadden geschreeuwd dat ze een bom in hun zak hadden. En dat ze ze daarvoor hebben veroordeeld. Ik heb een bom! Yes. Oh, rap! Zoek ons, Paulus! Zoek ons, Paulus! Jongens, jij moet nog... What the fuck? Ja, Paulus! Ja! Ja, zochten! Paulus! Ja, zochten! Hier komen wij! Hek! Paulus! Ik krijg allemaal pakketjes van 4, 5 euro. Hey! Paulus! Ik ga al je tanden eraf halen. Ik ga benen breken, stuk voor stuk. Al jouw ledematen gaan eraf, vriend. Al jouw ledematen gaan verdwijnen. Je mag ze gaan opzoeken, vriend. Hey Jent, die gaat zo in de gevangenis oppassen, bro. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zeg alleen dat hij zijn ledematen mag gaan zoeken. Ah! Wat de fuck was jij bent getuige. Let op, hier zijn de vrouwen. Yo. Hey, Ellen!